Ben je je oude homescreen beu? Dan kan je daar nu wat aan doen. In deze video neem ik stap voor stap met je door wat je allemaal kan doen om je homescreen een makeover te geven. Het personaliseren van je homescreen begint met het opruimen ervan. iOS 14 komt met een appbibliotheek, waardoor je makkelijk al je apps die je niet regelmatig gebruikt naar je appbibliotheek kan verplaatsen. Dat gaat heel gemakkelijk. Houd allereerst de app lang ingedrukt die je wil verplaatsen naar de appbibliotheek. Tik vervolgens op Verwijder app en tik daarna op Verplaats naar appbibliotheek. De apps staan nu niet meer op je thuisscherm, maar kun je nog steeds vinden in de appbibliotheek. Ook is het mogelijk om complete pagina's te verbergen van je thuisscherm. Houd die voor het thuisscherm lang ingedrukt en tik op de drie puntjes onderin het scherm. Vink vervolgens de pagina's uit die je wil verbergen. Zodra je homescreen is opgeruimd, kun je widgets gaan toevoegen. Met widgets kun je in één oogopslag een klein gedeelte van een app zien, zoals je to-do-lijst of het weer. Zo voeg je widgets toe. Houd allereerst het thuisscherm lang ingedrukt tot de app-iconen beginnen te wiebelen. Druk vervolgens op het plusje linksboven. Hier zie je een lijst met beschikbare widgets. Tik de widget aan die je wilt toevoegen aan je thuisscherm en sleep de widgets naar de gewenste plek. Tik vervolgens op gereed. Het is ook mogelijk om widgets op elkaar te stapelen. Op die manier nemen ze veel minder ruimte in. Dat werkt heel gemakkelijk. Allereerst voeg je natuurlijk alle gewenste widgets toe aan je thuisscherm. Houd vervolgens het scherm lang ingedrukt zodat de widgets en app-iconen beginnen te wiebelen. Sleep vervolgens alle widgets over elkaar heen. Het is ook nog mogelijk om de volgorde van de widgets aan te passen door het scherm lang in te drukken en op wijzig stapel te tikken. Hier kun je niet alleen de volgorde aanpassen, maar ook widgets verwijderen door ze naar links te vegen. Met het toevoegen van widgets en widgetstapels is het natuurlijk nog niet gedaan. Het is ook mogelijk om je widgets te personaliseren. Hier zijn heel veel handige apps voor en één handige app is Widgetsmith. Hiermee kun je je eigen formaat widgets instellen en zelf de inhoud, kleur en lettertype veranderen. Het is ook nog mogelijk om tijden in te stellen voor widgets. Zo kun je in de ochtend het weer laten zien, in de middag je afspraken en 's avonds bijvoorbeeld de gezondheid-app voor tijdens het sporten. Kijk vooral in de App Store naar nog meer leuke widget-apps. Nu de widgets precies op je homescreen staan zoals je wil, is het tijd om je app-icoon een makeover te geven. Het is namelijk mogelijk om zelf je afbeeldingen toe te voegen via de opdrachten-app. Je kunt hiervoor kiezen om bestaande plaatjes te gebruiken of natuurlijk om zelf een plaatje te tekenen. Zorg er wel voor dat de afbeeldingen 180 bij 180 pixels zijn. Een nieuwe afbeelding toevoegen is zo gebeurd, maar je moet wel eerst een nieuwe opdracht aanmaken in de opdrachten-app. Dat werkt als volgt. Open allereerst de opdrachten-app op je iPhone. Tik op het plusje rechtsboven en tik op Voeg taak toe. Zoek vervolgens naar Open app en bevestig je keuze. Tik op Kies en typ de naam in van de app waarvan je het icoon wil veranderen. Tik vervolgens op de drie puntjes rechtsboven in het scherm en vul de naam van de app in en tik vervolgens op Zet op beginscherm. Onder naam en symbool voor beginscherm vul je nogmaals de naam van de app in. Zodra de opdracht is aangemaakt, is het tijd om een plaatje toe te voegen. Tik op het opdrachticoontje en tik vervolgens op Kies foto. Kies je gewenste foto en bevestig je keuze. Als je nu ook nog een leuke achtergrond kiest, heeft je homescreen een geheel nieuw uiterlijk. Let er wel op dat je nieuwe app-iconen geen notificatiebadges ontvangen. En je opent altijd eerst kort de opdrachten-app voordat je wordt doorgestuurd naar de betreffende app. Vond je deze video leuk en wil je meer handige tips zien? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal en geef deze video een duimpje omhoog.